Was ook van plan om er nu naartoe te gaan? Ik zou overmorgen uh, daar naartoe gaan. Niet alleen naar Israël, maar naar de Westbank. Ik zou een vredesproject openen. Um, ik ben ook voorzitter van de Hebreeuwse Universiteit in Nederland. En um, mijn stichting doet um, vredesprojecten met Palestijnen en de Hebreeuwse Universiteit. Zowel in Israël als op de Westbank. En dat was een heel mooi project, een graanproject. Um, ze hebben die uh, twee universiteiten, de Palestijnse en de Hebreeuwse universiteit, hebben een nieuw graansoort ontwikkeld wat hittebestendig is. Nou, daar zouden we met boeren en met studenten uh, in conclave gaan en dat verder uh, doorvoeren. Nou ja. Iedereen snapt dat die reis niet doorgaat. Mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd. En eh, ik hoop dat er weer een moment gaat ontstaan eh, dat ik weer naar Israël kan en naar de Westbank. Maar u weet dus uit eigen ervaring dat dat kan. Samenleven van Israëli's en Palestijnen heeft die wetenschap nu ook een knauw gekregen. Um, ja, want ik ben natuurlijk ook heel emotioneel als ja. je al het leed ziet wat aan beide kanten plaatsvindt. Uw man is ook. Uh, uh, mijn man is Israëliër, ja. uh, Nederlands-Israëliërs. Ja. Maar um, ik weet ook dat als je de politiek er buiten laat en als je uh, doktoren met elkaar laat werken of boeren met elkaar laat werken of advocaten, noem maar op. Mensen die. Elkaar op beroepsniveau ontmoeten en je het niet over de politiek hebt, maar over de inhoud van je werk, kunnen mensen prima met elkaar overwegen. Dat merken wij dus ook bij de Nederlandse vrienden van de Hebreeuwse Universiteit, dat dat echt werkt en dat zijn succesvolle projecten geweest. We hebben ook, om één voorbeeld te geven, een, de ziekte van Lyme die door tekenbeten wordt overgebracht. Waar er waren heel veel boeren op de Westbank en in Israël die door een teek werden gebeten en ziek werden. Nou, daar hebben we, Beide universiteiten, de Palestijnse en de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem, onderzoek naar gedaan en iets gevonden wat de mensen verder helpt. Nou, daar is geen discussie geweest over de politiek of wat dan ook. Want mensen snappen gewoon als je samenwerkt, kun je iets bereiken. En mm -hmm. ja, in deze moeilijke tijden dat met name ja, de politiek zich ermee bezighoudt, is dat lastig. Maar ik hoop dat er weer een moment gaat ontstaan dat mensen weer verder kunnen kijken dan het conflict wat nu uh, zich Kleisje wilde reageren? Nou ja, ik, ik vraag me af uh, of je niet verbaasd bent over het uh, gebrek aan, um, aan begrip voor Israël op dit, op, op dit moment. Wat mij verbaasd is, iedereen heeft natuurlijk die vreselijke aanval op 7 oktober gezien. Barbaars, wat de terroristen van Hamas hebben gedaan. Dat twee dagen later gebeurde er weer andere vreselijke dingen. En ja, dan. Swingt de moed uh, meteen de andere kant op. Terwijl ik denk: Het is zo vreselijk wat mensen wordt aangedaan. Of je nou Joods bent in Israël of dat je nou Palestijns bent. Dit mag gewoon niet. Dit kunnen we toch niet toestaan. En uh, ja, dan vind ik het pijnlijk om te zien hoe makkelijk mensen meteen een mening hebben en meteen een ander veroordelen en uh, het is ook wat Marcel een beetje zei als je uh, je uitspreekt voor het een dan ben je meteen in het hokje geplaatst van de vijand van het ander en je kunt natuurlijk zowel compassie hebben voor Israëlische slachtoffers en ook voor Palestijnse slachtoffers en ik vind dat het te veel zwart-wit wordt ja. in het debat wat wij in Nederland nu hebben dus ik vind ook dat we een beetje terughoudend moeten zijn in oordelen Um, het is heel goed. De Nederlandse regering heeft ook gepleit voor een tijdelijk staakt-het-vuren. Er moet natuurlijk humanitaire hulp komen. Maar um, we moeten ook beseffen dat Hamas een terroristische organisatie is. die mensen wil vermoorden en heeft vermoord. Meer dan 1300. Ja. Dat kan je ook niet ongestraft uh, voorbij laten gaan. En vermoord op een manier uh, waar. Die kun je niet in taal uitdrukken. Dat is zo. Um, um, ja, zo onvoorstelbaar, wat zich daar heeft afgespeeld. En als je deze week ook weer de verhalen ziet. Uh, de, of de verhalen leest en uh, de mensen hoort, uh, de vrijwilligers, die daar in die kiboetje ook geweest zijn om de menselijke resten op te rapen. Die verhalen zijn zo gruwelijk en zo onvoorstelbaar. Um, het moet zo zijn dat als u die verhalen ook leest en u, u kent, u weet hoe het is om te leven in een kibbutz dat u onmiddellijk ook weer terug hebt gedacht aan aan toen en hoe het zou zijn om. Dat, dat kunt u daar iets, iets over zeggen? Ja, in de tijd dat ik in die Kiboets werkte, hebben we het over lang geleden, 1977. Golda Meir was afgetreden omdat die oorlog niet voorzien was. Maar die kwam op bezoek in de Kiboets. En dat heb ik ook in Terug naar Tarvot beschreven. Dus daar wordt ik... trouwens het omgedraaide van. Uh, ja. ja, Dovrat. Dovrat is exact. de keyboard waar ik gewerkt heb. Ja, exact. Maar omdat uh, een heel liefdesverhaal hier uh, zich afspeelt... het is een roman, hè, ik heb er ook heel wat bij verzonnen... dacht ik, ja, ik wil mensen die daar nog werken uit mijn tijd... niet in problemen brengen. Toen was niemand opgevallen, hoor. En toen, <laughs> uh, heb ik daarom de naam omgedraaid, vond ik zelf wel grappig. Maar waren want, er ook want, mensen uh? uit Azag? Uh, uh... <laughs> <laughs> er komt een Palestijn in het boek voor, inderdaad. Maar het is een kiboetje uh, in het noorden van Israël, nabij ja. bijna. Uh, binnen, de, binnen de groene uh, grenzen uh, tussen Afoula en Nazareth. Maar. Um Golda Meir kwam dus in die kibbutz om op te halen waarom heeft de Arbeiderspartij de verkiezingen verloren. En dat vond ik uh, een heel mooi moment, omdat er een onderzoekscommissie was naar allerlei dingen die gebeurd waren in die oorlog. En dat gaan we natuurlijk nu ook krijgen. Het internationaal strafhof zal, neem ik aan, uh, onderzoek gaan instellen naar wat er gebeurd is. Uh, de Verenigde Naties wellicht. En dat is belangrijk om de feiten te kennen. Want toen het uh, ziekenhuis gebombardeerd werd, riep iedereen. Meteen wat schande dat Israël dit gedaan heeft. En dan blijkt een, een paar dagen later dat er toch een, uh, althans, ik moet een beetje voorzichtig zeggen, maar naar alle waarschijnlijk, naar nou. alle waarschijnlijkheid, Bellingcat heeft daar onderzoek ja. naar gedaan, anderen, dat het gewoon een Palestijnse afzwaaier was. Blijft even vreselijk, want je zou maar op zo'n ziekenhuisterrein zitten. Maar we zijn in deze tijd van social media veel te snel geneigd om meteen een oordeel te hebben. Dus een beetje terughoudendheid, dat ook, ook wel erg belangrijk. Maar er zit vinden. natuurlijk iets achter een oordeel, um, veroordeling, vooral in dit geval van Israël. Wat vindt u daarvan? Ik begrijp de vraag niet helemaal. Nou ja, dat de reacties die vrijkomen meteen, namelijk uh, kijk wat uh, de Palestijnen hier hebben aangericht, wat Hamas hier heeft aangericht. Um, um, er is een veroordeling naar Israël toe, namelijk Israël is het kwaad. Dat zit natuurlijk in heel veel eerste reacties. Ook van hè, wij als journalisten zien dat natuurlijk ook hoe dat in de media. Ja, Hamas uh, gaat. is vreselijk, maar de, ja, de eigenlijke ja. schuldige is Israël. De eigenlijke ja. schuldige is Israël, ja. dus dat dat is dat, dat, ja, nee. daar komt het oordeel vandaan. Wat vind je ja, daarvan? Nou ja, ik vind het te gemakzuchtig. Het is natuurlijk wel een conflict, laten we wel wezen, wat sinds het bestaan uh, van de staat Israël, 1948, bestaat. Daar zitten natuurlijk spanningen uh, tussen. De bevolkingsgroepen. Um, maar er is ook een tijd, een hoopvolle tijd geweest toen Rabin uh, premier was. Nou, die is dan vermoord door een extreemrechtse uh, Joodse Israëliër. Um, maar om zo snel meteen uh, Israël ergens de schuld van te geven. Wat uh, ik zeg er meteen bij: Israël moet natuurlijk ook op een proportionele manier reageren uh, op Hamas in, um, in de Gazastrook. En uh, ja, collectief de hele bevolking straffen. Dat is natuurlijk ook in strijd met het internationaal recht. En dan ben ik jurist en dan denk ik: wat ben ik blij dat we ondanks deze vreselijke ellende. wel het internationaal humanitair recht hebben. Bestaat dan meer. Meer dan 100 jaar. Sinds Genève is dat allemaal in verdragen uitgewerkt. waarin staat wat uh, oorlogvoerende partijen wel en niet mogen. En dat geeft wel enig houvast in dit, uh, in dit uh, conflict. Ja, want u ziet, hou vast in dit conflict? Ja, uh, feiten leren kennen. Uh, en dan ga je natuurlijk achteraf kijken van waar zijn dingen fout gegaan. Wat mag wel, wat mag niet. Wie moet terecht staan of niet. Dus dat zijn, ja, uh, uiteindelijk is dat wel belangrijk dat er een juridische afdoening komt. U vertelde net uh, heel mooi over. Uh, dat ze gewoon met elkaar konden samenwerken. Uh, de dokters, uh, de mensen op het land, Palestijnen, Israëli's, maakt het niet uit. Ja, het, wet, het ging pas fout, het gaat pas fout als politici of de politiek er zich mee gaat bemoeien. Speelt dat sec voor dat hoogst conflictueuze gebied, of zegt u? Nee, dat zie ik elders ook wel. Als politici zich ermee gaan bemoeien, dan gaat het fout. Nou ja, ik, ik ben zelf politicus. Dat bedoel maar, ik. <laughs> maar het is natuurlijk wel zo dat sommige. Uh, conflicten uh, worden ja, als het ware uh, gedetailleerd gemaakt om in een debat uh, jouw eigen hmm. kiezersgroep uh, te bedienen, en dan kun je je afvragen of die politici bezig zijn met het oplossen van het conflict wat op de tafel ligt, of dat ze ja, zichzelf willen profileren of hun partij. En uh, dat heb ik, ik heb jarenlang voor Human Rights Watch gewerkt. Ja twaalf jaar lang en ging naar allerlei landen waar conflicten waren... om met name met slachtoffers te praten, maar dan ook met politici. En heb ik toch heel vaak meegemaakt dat als er verkiezingen aankwamen... dat politici zich ja, verkeerd opstellen en dan een zondebok zoeken... en dan een bepaalde kwetsbare groep in het land de schuld gaven van iets om zelf meer stemmen te werven. En dat is een fenomeen wat je eigenlijk overal wel ziet. Ja, en als nou die kwetsbare groep in <hijst> dit land... vooral weer opnieuw de Joden zijn... en dat antisemitisme op de straten in de steden... en verder buiten, verder buiten welig tiert... Wat denkt u dan? Nou, chockerend uh, vind ik het. Ik heb toevallig gisteren met mensen uit de Joodse gemeenschap gesproken die hun kinderen niet meer naar school durven Kijk te zo. laten gaan. Die zelf niet meer naar buiten durven. Die als ze op straat lopen uitgescholden worden. Dus de, we zijn in Nederland echt ver heen. Dus we moeten dat echt aanpakken. Het is uh, iets nabij half zeven. Nou, ik heb keurig op de tijd gelet eigenlijk. Het is half zeven. Dus hiervoor voor het nieuws aangeschoven.